De kleine Samuel zit voorlopig nog in een weeshuis in afwachting van zijn paspoort. Maar Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Steven van Akkeren, heeft dat nu in orde gemaakt. Peter Meurens, wij praten met u via internet. U bent een van de vaders van de kleine Samuel. Gelukkig, is het opgelost? Het is bijna opgelost. We blijven nog wat voorzichtig, want de laatste 2 jaar hebben we wel geleerd dat het... Dat er goed nieuws kan zijn en dat het een paar dagen later toch weer kan verkeren. Maar ik denk dat we zijn nog nooit zo positief geweest alleszins. Nog nooit zo optimistisch. We zijn nu terug de kinderkamer in orde aan het brengen. Ik heb nu juist terug de beelden gezien met jullie en de teksten gehoord. En het is toch wel pakkend nog altijd. Ja. Het is niet simpel. Niet simpel in die mate zelfs dat u het nog altijd niet kan geloven. Wat kan er eigenlijk nog misgaan? Kan er nog iets misgaan? Volgens onze ervaring kan het nog altijd dat misschien morgenochtend een of andere magistraat of iemand op politiek niveau gaat wakker worden en zich zeggen van ja, toch misschien niet, of toch misschien dan nog vragen, of misschien dan nog in orde brengen, of dat papier regelen in België en eventueel dat in Oekraïne. Mm-hmm. Nu, de volgende stap is eigenlijk dus zien hoe het verloopt om het paspoort zo snel mogelijk in orde te krijgen. En ik heb nog altijd geen antwoord gekregen van de Belgische ambassade in Kiev. Welke papieren we moeten invullen, want dat is toch altijd weer minstens 5, 6 formulieren. Hoeveel pasfotootjes, wie dat de 50 euro gaat moeten betalen. Allemaal van die rare details die nog wat stokken in de wielen steken. Maar ik ga ervan uit dat ze daar de minister toch niet gaan tegenspreken op de Belgische ambassade. Wie gaat de kleine Samuel halen? Want jullie mogen het land niet meer binnen, dacht ik. Hè? Wij zijn daar persona non grata in Oekraïne, dus wij mogen het land niet meer binnen. Dat hangt dus ook weer een van de vragen die ik aan de Belgische ambassade heb gesteld. Wie heeft de macht of de toelating om dus het zoontje van iemand anders de grens over te brengen? Mag dat iemand zijn van de familie? Of moet dat iemand zijn, zoals onze advocaten of de politie? Ik heb ook gehoord dat, omdat hij nu Belg is en minderjarig en in toch wel een moeilijke omstandigheid zit in het buitenland, dat de ambassade toch wel verplicht is om daar ook iets aan te doen. Aan die moeilijke situatie. Misschien dat zij ook gaan helpen om hem naar België te krijgen. Oké. Laat ons hopen dat daar niks meer misgaat. Afsluitend, als je dit nu allemaal hebt meegemaakt, ben je nu voor of tegen draagmoederschap? Zou je het opnieuw doen? Dus, ik denk niet dat dat aan mij is om te antwoorden of dat goed is of slecht, draagmoederschap. Ik denk dat dat een systeem is dat wel kan werken als dat goed is begeleid. Ik heb voorbeelden van vrienden die het in België gedaan hebben, die het in Californië gedaan hebben. Ik zou het zeker niet aanraden om dat in Oekraïne te doen, gezien de context. Wij hadden vanaf het begin het gevoel dat onze foetus toen eigenlijk als gijzelaar werd vastgehouden. En met dreigementen van als je niet extra betaalt, dan kunnen we altijd aborteren, zelfs op 6 maanden. En dat is iets dat heel moeilijk is om te dragen en dat toch wel een enorme druk zet op een relatie. Dus ik denk niet dat iedereen daar zomaar aan kan beginnen. Maar aan de andere kant, een kinderwens kan heel sterk zijn. Dus ik denk dat er toch iets moet gebeuren om die kinderwens te begeleiden of erover te spreken vooraleer dat mensen rare stappen gaan ondernemen. En als mensen toch echt concrete plannen hebben, van daar ook misschien een of andere oplossing voor te vinden. Peter Meurens, dank u wel voor dit gesprek.